Er is mij gevraagd of ik een keertje een setup wil maken voor, of een Kretki setup wil maken. En dat houdt in dat ik emmers nodig heb. Dus ik heb een aantal emmersjes gekocht. Wat heb je nog meer nodig? Je hebt netcups nodig. Je hebt een stif nodig, want je moet aftekenen. Je hebt een schaar nodig. Een maatbeker, want je moet bepalen hoeveel liter in een emmer gaat. En dan heb je een plant nodig voor of transplant, of dat je eentje gaat zaaien en dan in zo'n emmer doet. Maar als je gaat zaaien, raad ik aan om een kleiner potje te gebruiken, zoals deze of wat dan ook. Maar ik ga deze plant dus transplanteren naar een grote emmer, want mijn plant is net zo groot als de emmer onderhand. En de wortels die hierin zitten, die zijn ook gigantisch. Ik zal eens kijken of ik het eruit kan krijgen. Maar deze plant is in ieder geval rijp voor te transplanteren. Oh, hier zit hij. Voor te transplanteren. Zoals je ziet, de wortels zijn al redelijk groot. En voor de mensen die zich afvragen, hoe kun je zien of er voedingsstoffen op zijn? Zoals je ziet, water is gewoon compleet helder. Er zit wel enigszins kleur in, maar het is niet meer zoals dat. Dus dit is de kleur van de hydrovoeding. Maar in ieder geval, dit zijn de wortels. En zoals je ziet, als ik het nou erin doe, de wortels raken gelijk de bodem aan. En dat is niet erg, want de plant die blijft doorgroeien. En hij blijft gewoon groeien. Maar op een gegeven moment, ja, gaan de wortels gewoon klit maken. Of, ja, weet ik veel hoe ze dat noemen. Maar je hebt liever gewoon dat de wortels lange wortels kunnen maken. En dan kunnen ze ook ontzettend breed worden en groot worden. Maar voor deze bedoeling ga ik deze dus transporteren naar zo eentje. En ik ga dan eerst even een emmer pakken en tekenen. En laat gelijk zien hoe ik het doe. Een grote emmer. Dan heb je een netcupje nodig. Dat is 2,5 inch. Dat is een vreselijke maat, want dan zal ik mijn 7 gaten boor kunnen gebruiken. Maar dus ik moet nou even met handmatig aftekenen en dan uitsnijden met een hete mes of met een schaar of wat dan ook. Hoe doe ik het? Nou, eerst bepaal ik waar het midden is. Dus kijk gewoon, doe het gewoon op het oog. Ik denk dat het hier ongeveer is. Ik weet niet of het goed in de camera te zien is. En dan pak je gewoon een permanente marker. En dan ga je gewoon een cirkel maken. Oké, dan heb ik dus mijn rondje getekend, zoals jullie kunnen zien. Maar er zit een lipje aan deze netpotjes. En dat lipje is ongeveer 3,5-4 mm. Dus wat doe ik dan? Ik doe dan nog een keertje aan de binnenkant gewoon wat aftekenen. Ik hoef het niet precies te zijn, maar het is wel handig als het past eigenlijk. Omdat je niet te veel klotenwerk hebt om het netpotje in een deksel te duwen. Want uiteindelijk moet je jezelf makkelijk maken en ik deed het voorheen altijd met een 7 gatenboor. Alleen ik heb geen 2,5 inch 7 gatenboor. Of hoe dat ding heet. Oké, dus hier moet je hier mee. Ja, komt wel goed. Een beetje lomp vandaag. Dan gaan we een oud mes zoeken. Dan begin ik gewoon voorzichtig met snijden. En je zorgt gewoon dat de snee redelijk schoon is en dat je ook gewoon netjes je lijntje volgt. Want je wilt niet dat het netpotje er doorheen gaat vallen. Ik heb hem gat gemaakt, dan zie je, het netpotje valt er netjes in, maar het valt er niet doorheen. Dus, we zien, mooi gat gemaakt. En nou ga ik bepalen hoeveel liter water erin past. Want door zo'n netpotje zakt het natuurlijk niveau, want je vult het water of de voedingsstoffen aan tot ongeveer een centimeter onder een netpotje bij een volwassen plant. Bij een pup of een net ontkiemde plant, zoals ik ze noem, dan vul je het water aan tot ongeveer deze hoogte. Maar voor nu ga ik eerst bepalen hoeveel water hierin gaat.
Het zijn 10 liter emmers. Maar er gaat dus nou geen 10 liter meer in. Dus ik heb een maatbeker van Lidl met 10 liter aangeschreven. De rest is allemaal weggesleten. Maar 10 liter heb ik, of de 1 liter heb ik aangeschreven. Of aangestreept. En dan ga ik gewoon vullen totdat ik een duidelijk zichtbaar ja, hier water zie. En dan weet ik wat mijn maximale vullijn is. Dus dan weet ik ook precies hoeveel hydrovoeding ik toe moet voegen. Dus bij deze gaan we het als eerste doen. Dat is 1 liter. Dus dan ga ik vullen tot ik een net potje net onder water zie, dat is nu. Oké, er zit 8 liter in. Precies afgewogen. Dat was makkelijk. Dus bij deze emmers weet ik nou voortaan dat er 8 liter in past. Ja, ietsjes meer, maar... Een net cupje, als je goed kijkt, staat net onder water, dus echt net een millimeter. En dat is normaal gesproken je start als je hier gaat ontkiemen. Dan doe je hier rokkel in en dit is dus het startniveau. Dus. Maar, nou moet ik aangeven tot hoever ik maximaal kan vullen. Nu neem ik het daar. En dan schrijf ik op het deksel meestal van hoeveel liter er al pas. 8 liter. Oké, dus ik heb nou mijn lijn gemaakt. Want zoals je zaklamp hierop schijnt, dan zie je hoe ver het water in de bak zit. Je kunt van bovenuit zien dat het water net er doorheen komt. En geloof mij, dit is het maximale wat je wilt hebben. Dit is het niveau wat je wilt hebben om te starten. Ik gooi er daar een volwassen plant in, dus ik wil dat er ongeveer een centimeter minder is, want de wortels hebben zuurstof nodig. En als je geen zuurstof geeft aan de plant, gaan ze kapot. Maar, omdat ik hier dadelijk luchtslang in douw met zuurstofpomp, hoeft dat eigenlijk niet. Want ja, die zuurstofpomp die zorgt ervoor dat er in ieder geval genoeg zuurstof in het water geblazen wordt. Nou. Dus dat gaan we nou regelen. Yeah. En hoe doe ik dat? Ik maak gewoon een gat hier ergens, dus ik teken hier een gaatje. Daar ergens. Je pakt een mes. En je prikt het doorheen. Maar niet te ver. En dan doe ik meestal gewoon zo. En zoals je kunt zien heb ik een perfect gat. Kijk, nou hoef ik geen boormachine te pakken ofzo, want dan moet ik toch weer gaan uitpakken en al die dingen. En ja, het hoeft niet allemaal charmant te zijn. Ik heb wat nieuwe emmers gekocht. Oké, dus er zit in ieder geval gat in voor een luchtslang. Het enige wat ik nou hoef te doen, is dus hier voldoende voedingsstoffen in te gooien. Om, voor de plant. Er zit een beetje plastic in de bak, maar dat maakt niet uit. Dus wat ik nou wel doe, een beetje water eruit pakken, ongeveer
een halve centimeter minder, zo te zien. Dan pak ik de deksel. Met een netpotje. Sla erin. Dan pak ik hier de oude. Plant er voorzichtig uit. En dan doe ik gewoon voorzichtig de wortels erin. En zorg ook echt dat je oplet dat de wortels niet beschadigd raken. Want ik heb veel mensen gewoon echt gewoon prop erin zitten bladeren en dan beschadigen ze hoofdwortels en dan gaat het mis. Maar zoals jullie zien, de plant zit er nou in. Dus dat is opgelost. Maar ga ik de oude setup even lostrekken hier. Dus dat is de bal en het touwtje. Want die gaat ook weer hierin. Dan heb ik natuurlijk net vastgetikt. Even een gaatje vinden waar ik net heb gemaakt. Juist. Ja, hier. Oké. Gewoon vrij simpel en je doet even de bal in weer. Druk je helemaal vast. En je hoort het klikken. Dan zit hij vast. En dit is eigenlijk gewoon het transplanteren van een kleine M naar een grote M. En nou kan hij zijn best gaan doen. En ja, de bladeren zijn gigantisch. Dus dit gaat nog wel even duren. Maar hij begint al knoppen aan te maken. Dus ik laat deze doorschieten, want ik heb vruchten nodig. Maar ik denk dat deze een halve meter hoog wordt. Misschien een kleine 70 centimeter of zo. Dan. Ja, dan zal hij wel vruchten produceren. Maar voor nu. Dit is dus hoe ik een emmer maak. En dit is dan met zuurstofpompje. Maar je kunt het zuurstofpompje weglaten. En dan zorg je gewoon dat het waterniveau ongeveer een centimeter of twee lager is dan normaal. En zorg ook altijd dat je gewoon je volume afmeet met een netcupje erin. Want het heeft geen zin om op de oogje te kijken. Want je wil weten hoeveel voedingsstof er in je water zit. En het hoeft allemaal niet zo precies te zijn dat je met ppm's hoeft te werken en al die crap. Want de hele realiteit is, als je met ppm's, dus TDS gaat werken, dan heb je heel veel volume nodig. En ja, 10 liter, dat wissel ik één keer in de twee weken. TDS is gewoon wanneer je dus deze volume wilt bijwerken met nieuwe voedingsstoffen. Dus, in ieder geval, dit is dus hoe je het moet transplanteren. Richard van Dutch Pepper Lovers had een vraag over het transplanteren. En hoe ik de potten vastzet in, of de netpotjes vastzet. In het begin, in die kleine potjes, zet ik ze nooit vast. Want je groeit een plant in een netpotje en die plant die kun je nooit meer uithalen. Ja, als je ze doodmaakt. Maar, dus als je van deze pot naar deze pot transporteert, dan wil je gewoon dat het netpotje volledig meegenomen kan worden. Dus in deze pot doe ik hem gewoon zo erin. En laat ik hem gewoon erin en dan pak ik gewoon een heet lijmpistool en dan doe ik hem even van de onderkant lijm. Maar omdat ik geen lijmpatronen heb, doe ik het een andere keer. Dus. Maar inderdaad, ik doe ze vastlijmen. En het is ook zeer slim om dat te doen, want als de plant een keertje gaat hangen, door als je productie aan één kant weer plant hebt, krijg je dit effect. Dat wil je gewoon niet hebben. Dus ik raad serieus aan om wel vast te lijmen.